Dit is Flevoland van vrijdag 7 april. Woningbouw trekt flink aan. Recreatieplannen rond het weerwater. En camperrijles voor vrouwen. Goedenavond. De crisis is voorbij in Flevoland en dat is vooral te merken aan de woningbouw. In Almere bijvoorbeeld zijn dit jaar veel meer huizen gebouwd dan verwacht. Florian, hoe verklaar je die rooskleurige cijfers? Nou ja, die cijfers die zijn heel erg goed. De verwachting van de gemeente Almere was dat er dit jaar 1200 woningen gebouwd zouden worden. Alleen nu is al bekend dat het gaat om 1800 woningen. Dat zijn dan woningen die in 2017 en in 2018 in de markt worden gezet. Hele positieve cijfers vindt ook wethouder Tjeerd Herma. En hij heeft ook een verklaring hoe dat komt dat die cijfers zo positief zijn. Ja, na heel veel jaar dat we veel geld hebben moeten afboeken aan grond, hebben we juist nu weer een versnelling van de verkoop van grond. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat het goed gaat met de stad, de ontwikkeling van de stad. Denk aan Duin, denk aan Poort, denk aan Nobelhorst, over in de Oosterwold. Dus er meer woningen bijkomen voor mensen buiten Almere, maar ook voor mensen in Almere. 1200 woningen stonden op papier, nu minstens 1800. Hoe komt dat? Nou, je merkt gewoon dat de economie aantrekt, dat de woningmarkt flink een beetje overspannen is, en zeker in Amsterdam. En je merkt dat daardoor ook de woningmarkt hier aantrekt, ook de verkoop van bestaande woningen, die trekt flink aan. En dat is, zie je dat heel veel mensen graag een plekje in deze regio willen wonen. En gaat het om bouwers, bedrijven of woningbouwcorporaties? Waar moet ik aan denken? Allemaal eigenlijk. Ook de kavels voor zelfbouw die lopen heel snel. Ontwikkelaars die daar projecten gaan ontwikkelen. Maar ook coöperaties, want zo gaan we bijvoorbeeld ruim 570 woningen dit jaar worden opgeleverd voor de sociale woningbouw. En daar ook coöperaties gaan meer bouwen gelukkig. Ja, dat was Almere. Gaat het ook zo goed in de rest van Flevoland? Ja, want nadat het nieuws van Almere bekend werd, heb ik de andere gemeentes gebeld. Mm-hmm. En ook daarin zie je inderdaad een positieve groei. Noordoostpolder bijvoorbeeld. Daar verwachten ze aan het einde van het jaar 70 kavels te hebben verkocht. Yeah. En nu is al bekend geworden dat dat 40 kavels zijn. Ja, het is nog maar begin april. Mm-hmm. Dus hele goede cijfers. Ook goede cijfers in Lelystad. Daar hebben ze begroot dat er 150 tot 200 nieuwe woningen worden gebouwd. Yeah. En nu zijn er al... verwachten ze dat dat 315 worden. Moeten wel bij aantekenen dat de transformaties daarbij inzitten. Dat zijn bijvoorbeeld oude schoolgebouwen die omgeturnd worden tot nieuwe woningen. Ja, nou hoor ik je nog niet over Urk. Nee, ja, Urk is een beetje de vreemde eend in de bijt. Die groeien niet. In de jaren 2017 en 2018 worden er 240 nieuwe woningen opgeleverd. Ja. Ja, en dat was ook de verwachting. Die groei die blijft, dat blijft een beetje achter. Moet er wel bij vermelden in de crisisjaren. Toen steeg het wel ten opzichte van de andere gemeenten. Dus dat heeft ermee te maken, ja, Urkers blijven vooral in de eigen gemeente. Dus ja, er wordt vooral gebouwd voor de eigen bevolking. Ja, dan ook nog Dronten en Zeewolde. Tuurlijk, ja. Die heb ik ook gebeld. Mm-hmm. Alleen daar hadden ze de cijfers van 2017 nog niet paraat. Nog niet bij elkaar, die cijfers. Komen later nog. Dankjewel, Florian. Ja, tot zover de nieuwbouwplannen. En straks gaan we het hebben over de plannen voor het gebied rondom het weerwater in Almere. Ik vind het mooi. Ik woon aan het weerwater, dus ik vind het schitterend. En ik hoop dat er meer watersport komt. Want dat valt me wel eens tegen van het weerwater, dat er weinig boten er zijn. De toekomst van XL de Ateliers in Dronten hangt aan een zijden draadje. De meerderheid van de gemeenteraad daar heeft gisteravond besloten dat de kunstenaars wel genoeg zijn geholpen. XL moet weg van haar huidige locatie aan de Amstel omdat de gemeente haar daar niet meer wil hebben. Het pand staat een jaar in de verkoop, maar er is nog geen koper. Voor het nieuwe pand aan de Rendierweg is het bestemmingsplan nog niet rond. Ook is de aanvraag voor een Europese leadersubsidie afgewezen. Wethouder Ton van Aanrongen wil er nu mee stoppen. We hebben afspraken gemaakt met XL dat in de loop van mei de mijlpalen zouden moeten worden ingevuld. En dat wordt heel lastig rondom het bestemmingsplan, de verkoop van het pand, maar ook de leaderaanvraag. Die onder verantwoordelijkheid van XL ingediend zou moeten worden. En die is wel ingediend, maar nog steeds niet van een positief advies voorzien van door de LAG-Liedengroep. Is dat het grootste probleem? Nee, het zijn de drie problemen. Ik bedoel, zolang het pand aan de Amstel niet is verkocht, kunnen ze ook niet met die opbrengst het pand aan de Rendierweg kopen. VVD, CDA en Leefbaar steunen het college.
PvdA, D66 en GroenLinks vinden dat XL meer tijd moet krijgen, want de moeizame gang van zaken ligt volgens hen ook aan fouten bij de gemeente. Ik weet dat het college heel veel inspanning heeft gedaan om het tot een goed einde te brengen. Alleen het is nog net niet voldoende geweest en wij zijn bang als er nu de stekker eruit getrokken wordt dat het helemaal over is. En we zouden graag nog een poosje door willen praten en kijken of het toch nog mogelijk is om tot overeenstemming te komen. En we blijven even in Dronten. De rotonde voor de brug over de Roggebotsluis richting Kampen wordt dit weekend afgesloten voor het autoverkeer. De rotonde krijgt een nieuwe laag asfalt. Automobilisten moeten flink omrijden via Elburg. Fietsers kunnen wel gebruik maken van de brug. De nieuwe sporthal in Almere Haven wordt energie-neutraal met een dak vol zonnepanelen. En er komt een openbare horecagelegenheid aan de buitenkant van het gebouw. Ruim 700 inwoners van Almere Haven gaven dit ontwerp de voorkeur toen ze in januari mochten kiezen uit 3 verschillende plannen. We noemen het all electric. En all electric betekent dat er geen gas meer nodig is. Dat het via zonnepanelen en andere bronnen gewoon helemaal energie neutraal is. Dat is ook de wens van de gemeente Almere. Maar daarnaast heeft het ook gewonnen vanwege de enorme mooie uitstraling. Bij de keuze van de materialen is met name gekeken van sowieso zijn ze duurzaam, maar ook zijn ze eenvoudig te onderhouden. En het is ook een compact gebouw. Dat wil zeggen dat er eigenlijk relatief weinig personeel nodig is om overal toezicht te houden en alles in de gaten te houden. De bouw van de sporthal kost 4 miljoen euro en moet volgend jaar klaar zijn. Een volle zaal gisteravond in de Almeerse Kunstlinie. Daar werd gesproken over het gebied rondom het Weerwater. Dat gebied gaat de komende jaren flink op de schop. Het moet allemaal functioneler worden. Het moet ook mooier worden. Zou ik bijna zeggen, is er dan nu wat mis mee, Koen, met dat gebied? Nou, de gemeente zegt, we gebruiken het eigenlijk veel te weinig. En als we kijken naar de kaart van Almere, we zien het Weerwater duidelijk in het midden van de stad liggen. Maar die stad die is eigenlijk met de rug naar het Weerwater toegebouwd. En er liggen wel voetpaden, fietspaden omheen. Maar dat kan een stuk meer worden, denkt de gemeente. We kunnen er meer mee gaan doen als stad zijnde. Ja, waar moet je dan aan denken? Nou, dan moet je denken aan een boulevard rondom het Weerwater. Dus denk een beetje aan ja, Zuid-Europese taferelen. Boulevard van Nice straks aan het Weerwater. Oké, nice. Hoe wil de gemeente dat voor elkaar krijgen? Ja, daar zijn dus nu die plannen voor gemaakt. En als je dan kijkt, dan ziet het er globaal gezien zo uit. Zit hier nog niet zo heel veel op. Dan moeten we even kijken naar wat je krijgt als we een paar schetsen erbij pakken. Je ziet wel, het beperkt zich namelijk tot de rand van het Weerwater. Vandaar ook rondje Weerwater. Mm-hmm. Nou, wat krijg je dan als we kijken naar een plek in het centrum? Je ziet hier het ziekenhuis als herkenbaar gebouw. Daarvoor komt dan een boulevard. Het water zie je aan de linkerkant. En kijken we naar dat water, ja, daar liggen dan bootjes. Mensen die daar lekker op een bankje zitten van de zon te genieten. Heerlijk. En dat soort taferelen zie je ook als we kijken naar het Lumière Park. Daar kan dan straks gezwommen worden. Ja, dat kan nu al, maar er zijn dan wat meer faciliteiten om daar van het water te genieten. En dan krijg je dus dit soort beelden. Zijn allemaal nog wel schetsen, dus het is niet 100% zeker dat het er echt zo uit komt te zien. Maar hier moet je wel een beetje aan denken, aan dit soort beelden die we straks te zien krijgen. Stedenwijk nog even, ook daar de boulevard die je langs het water ziet lopen. Boulevard die dan duidelijk ook herkenbaar is, zodat je weet welke kant je op kunt lopen om dat rondje. Nou, het kan mee rondje, maakt het niet uit. Maar wat de afstanden zijn die je aflegt. En tenslotte het Floriadegebied. Daar krijg je uiteindelijk een brug die naar het Floriadeterrein gaat. Oké, vooral die brug vind ik opvallend. Is die nodig? Nou ja, wat je krijgt als je die brug aanlegt, dat kan je goed zien als we naar deze kaart kijken. Die brug die zorgt eigenlijk voor dat je een stukje kunt afsnijden. Je hebt het hele rondje, dat is de blauwe lijn. Is zo'n 7 kilometer. En daarvan zegt de gemeente, ja, dat is soms toch wel een beetje lang. Als we nou een stukje afsnijden, krijg je het rode rondje, kleine rondje, zo'n 4 kilometer. Nou, en dat zullen vast wel wat meer mensen gaan afleggen. Ja, als ik dit allemaal zo bekijk, denk ik, nou ja, dat is allemaal best wel mooi. Is iedereen het daarmee eens? Ja, het is natuurlijk nooit een plan waar iedereen het mee eens is. Maar wat we gisteravond daar in de Kunstlinie zagen, is dat er toch wel behoorlijk wat positieve reacties waren. En ja, natuurlijk ook een criticus. De belangstelling voor de presentatie was groter dan van tevoren verwacht. Er moesten dan ook stoelen worden bijgezet. Omwonenden kwamen met verschillende vragen en geregeld ook met complimenten. Ik vind het mooi. Ik woon aan het Weerwater, dus ik vind het schitterend. We hebben Brouwerij Stijl, dat is een nieuwe brouwerij in Almere, gevestigd in Vilmwijk. En voor ons zou het rondje Weerwater ook iets moois zijn om daar eventueel in de toekomst, als ons bedrijf wat groter wordt, ook bijvoorbeeld een horecagelegenheid nog aan te kunnen hebben, waar mensen dan ook tijdens het rondje Weerwater nog even kunnen genieten van een lekker bier uit Almere. En ik hoop dat er meer watersport komt.
Want dat valt me wel eens tegen van het weerwater, dat er weinig boten er zijn. De kritische kanttekeningen waren er dus ook. Mensen zijn natuurlijk ook bang dat er overlast van gaat komen. Dat is ook heel erg logisch. Wat een rode lijn is, is dat vooral het beheer en onderhoud. Je kan allerlei mooie investeringen doen, allemaal geweldige plannen hebben. Daar staan we allemaal helemaal achter. Daar zijn we heel erg blij mee. Maar het beheer en het onderhoud moet goed geborgd zijn, zodat het niet ergens een stille dood sterft. Als die plannen allemaal doorgaan, het zijn nog plannen natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Wanneer zou het dan allemaal af moeten zijn? Ja, 2026 wordt genoemd als datum waarop echt alles er dan is. Maar voor die tijd wordt er ook al een gedeelte aangelegd. Het gaat echt in stapjes. En ja, je ziet hier de Floriade 2022. Dat is het moment dat in elk geval die brug, die kenmerkende brug die het weerwater dus krijgt, die moet er dan al zijn. En je ziet de camping, ja, die is in deze schets al weggevaagd. Ja, goed. Dankjewel, Koen. Ja, Koen zei het net al. Bij het weerwater is dus straks geen plek meer voor camping Waterhout. Straks gaan we er toch nog een keertje heen om te praten over de noodgedwongen verhuizing. Dat zeggen ook mensen, waarom pak je je geld niet? Maar geld is niet wat alles gelukmakend is. We hebben hier onze ziel en zaligheid in zitten. We hebben alles hier ingestopt wat, waar we van houden. En dan ga je niet zo denken. En als we het er toch over kamperen hebben, dan stappen we nu eventjes in een camper. Voor de meeste mannen is het helemaal niet zo lastig om in zo'n groot log ding te rijden. Voor veel vrouwen is het toch nog wel een probleem. En daarom stuurden wij een verslaggever op pad die een eerste camper rijles kreeg vandaag. Hey, jij moet Tieneke zijn. Ja, hallo Ingrid. Ik kreeg vandaag instructie van jou. Camper rijden, zijn er nog dingen waar ik vooraf op moet letten? Ja, als je zo'n camper instapt, dan moet je eerst even kijken waar staat die camper. Heb ik paaltjes, heb ik obstakels waar ik even te rekening moet houden? Laag aan met de takken van bomen. Dat is een belangrijk ding. Voorkom je al heel veel schade mee. En dan gaan we in de auto, zetten we de stoel goed en de spiegels goed. En dan gaan we. Hartstikke goed dat ik wil proberen. Ook voelt wel heel anders, hè, zo'n groot compartiment. Ja. Ik doe ook mijn bril op. Is dat goed? Ja, heel goed. Goed. Doe het maar. Starten in de versnelling. Nou, het is geen snelle wagen. Nee, het is geen gas geven. Zo, het wegrijden is alvast gelukt. Maar dit is toch iets waar sommige vrouwen als een berg tegenop zien. Dit weekend is er in Nagelen een speciale training voor vrouwen om in hun eigen camper te leren rijden. Want echtparen gaan wel samen op pad. Maar de man rijdt. Ja, mijn man vindt rijden leuk. En ik heb zoiets van, hij is te groot, dus laat maar. Auto's rijden prima, maar een camper is toch anders. Dus daarom deed ik het nooit. En nu wel. En nu ga ik ervoor. Ja, en wat verwacht u dat het engst is? Achteruit rijden. Ik heb één les gehad. En dat het was eigenlijk wel heel leuk om te doen. Kijk, het autorijden is niet het probleem. Maar het is de grootte van een camper wat je gewoon wat bijzonder is. Waar je aan moet wennen. Je moet dit ook iets ruimer nemen, denk ik, dan normaal gesproken. Kijk maar in je spiegel, dat je niet over die vrachtwagensteentjes komt. Dus rustig rollen. Nu ga je voor het streepje insturen. En dan stuur je naar de witte middenlijn. Stuur maar naar die witte middenlijn. Gewoon naar dat driehoekvak. En dan zit je gelijk goed op je baan. Ja. Maar dit is dus een cursus speciaal voor vrouwen om camper te rijden. Waarom doen vrouwen dat niet? Omdat het eigenlijk een automatisme is dat de man achter het stuur gaat zitten. En heel veel vrouwen die vinden het dan wel, die vinden het prima. Die laten het gewoon zo. Ja, ik kan zo goed navigeren. En heel veel mannen vinden het heerlijk om te rijden. Dus dan gaat het er vanzelf in slijten. Hoe succesvol zou u zeggen dat u bent met uw cursussen voor camperrijden aan vrouwen? Ik durf wel te zeggen dat ik zo succesvol ben dat er nog niemand is uitgestapt en zegt, dit doe ik nooit meer. En ik geef u een briefje dat ze zondag, als we bij Schokland zijn geweest, dan gaan we nog manoeuvreren op Schokkerhaven met slalommen. Dat ze allemaal wegrijden. Dat alle vrouwen naar huis rijden. Kijk in de binnenkant met het karretje, die niet daar goed doorsturen. Prima. Ja, trek hem door. Kijk in de spiegel of het karretje niet pakt. Helemaal goed. Keurig. Nou, dat was hem dus, mijn cursus camperrijden. En het viel me hartstikke mee. Nou ja, ik had ook niet verwacht dat het heel moeilijk zou zijn, maar dat is het dus ook niet. Dus vrouwen hoeven zich daar helemaal geen zorgen over te maken. En Ingrid al helemaal niet. Die gaat vast met de camper op vakantie. En misschien gaat ze dan wel naar camping Waterhout in Almere. We zijn er al de hele week. We gaan het vandaag hebben over de toekomst. Want die camping moet namelijk noodgedwongen verhuizen naar de Noorderplassen. Dat is lekker, denk ik, toch?
voelt heel lekker. Ik heb net foto's gemaakt, alle mensen zijn blij. Lekker druk bezig en helemaal enthousiast. En hopen dat het een heel mooi seizoen wordt. Het weer is ook zo goed vandaag, hè? We worden weer van boven worden we weer geholpen en dat is altijd heel erg mooi. En die nieuwe plek, Schatteiland. Ja. Is dat een goede plek? Ja, dat is een mooie plek. Ja, dat is een goede plek. Dat voelt goed. Daar willen we wel naartoe, ja. En wij denken ook wel dat we daar weer zo'n mooie camping neer kunnen zetten. Waar mensen gewoon ja, zich prettig voelen en waar ze het mooi vinden. En waar een bepaalde sfeer hangt met rust en met leuke dingen doen. En ja, dat zien we wel zitten. En wat me ook leuk lijkt is, daar zit je dus dichter bij een natuurgebied. Waar veel mensen fietsen en varen. Als je daar nou een leuk restaurantje hebt, dat mensen daar leuk even een kopje koffie of een kopje thee kunnen drinken of een hapje eten. Of, hè, want daar is bijna niks in die omgeving. Dus dan is het wel leuk dat je daar een pleisterplaats hebt. Nu zijn er mensen natuurlijk die zeggen, doen jullie het moeilijk omdat jullie gewoon veel geld willen. Wat vind je daarvan? Ja, als mensen dat denken, dan denken ze niet in onze gedachtegang en dat moeten ze zelf weten. Want voor jullie is het gewoon deze plek gewoon belangrijk. Ja. Maar kan je dat voorstellen dat mensen dat dan denken? Van ja, die willen uitgekocht worden voor... Ja, dat zeggen ook mensen. Waarom pak je je geld niet? Maar geld is niet wat alles gelukmakend is. We hebben hier onze ziel en zaligheid in zitten. We hebben alles hier ingestopt wat... waar we van houden en dan ga je niet zo denken. Dus ja, als die mensen zo denken, laat ze maar materialistisch denken. Wij denken gewoon over wat natuurlijk is, wat mooi is, wat goed voelt. En daar zijn wij heel blij mee. En is het niet vervelend dan dat door mensen gedacht wordt? Ja, maar of ze denken, ze zeggen het niet zo vaak. En als mensen het zeggen, dan zeg ik ja, dan begrijp je onze gevoelens niet. We hebben dit echt opgezet om hier ook oud te worden. Nou, dat wordt ons al ontnomen en nou, dan misschien op die andere plek. Maar ja, geld, wat is geld? Het leven gaat niet altijd vanzelf. Iedereen heeft wel tegenslagen en ja, sommige mensen hebben hele erge dingen. Dat is nog veel erger dan dit. En dan denk ik van, nou, als je daarnaar kijkt, dan is dit maar peanuts, dus... Dat houdt jou dan toch weer... Ja, en dan denk ik, ach, moet je kijken hoe mooi de wereld is, dan... Ga ik gewoon weer door. En soms is het balen. Vooral als je een gesprek met de gemeente hebt gehad. En dat weer een beetje niet lekker ging. Maar nu het laatste gesprek dacht ik van, nou, zo kan het dus ook. Dus dat is weer positief. Nou, daar gaan we dan maar voor, hè. Je praat positief. Je straalt enthousiasme uit. Maar toch zie ik ook wel... Dat moet je wat doen, echt. Ja, natuurlijk doet je dat wat. Dat je toch... Moet je luisteren. We hebben dit opgezet samen met ons gezin. En dat zie je als je kind. Nou, van je kind moet je afblijven. Ik denk dat ik dan duidelijk genoeg ben. Zo voelt het echt. Ja. En dan verder met voetbal. Almere City FC speelt vanavond een belangrijke wedstrijd in de Jupiler League. De Almeerders staan tegenover koploper VVV in Venlo. Lastige uitwedstrijd voor Almere City vanavond in de Jupiler League. Koploper VVV staat nog altijd een straatlengte voor op de concurrentie. Maar kijken we dan naar de subtop van de Jupiler League, dan zien we dat alles heel, heel dicht op elkaar staat. Almere City staat op de 8e plaats, maar het verschil met de nummer 3, FC Volendam, bedraagt maar 3 punten. En dus is er nog alles mogelijk die laatste 6 wedstrijden van het seizoen. En ook in de 4e en de laatste periode doen de Almeerders nog volop mee. Ze staan slechts 1 puntje achter op de koplopers. NAC en de Graafschap. Maar eerst dus die wedstrijd vanavond tegen die absolute topploeg in Stadion de Koel. En de trainer van Almere City, Jack de Gier, bewaart slechte herinneringen aan zijn laatste bezoekje aan Venlo. Nou ja, je doet vast op de eerste wedstrijd die ik in mijn carrière bij Almere City gecoacht heb, de 4-0.
Ja, heel leerzaam zullen we daarop houden. Ja, want na 20 minuten stond je met 3-0 achter, geloof ik, hè? Ja, als ik het goed heb wel. En voor de rust al met 4-0. Dus volgens mij een penalty, een rode kaart en geen goed debuut. Wat voor duel verwacht jij in de koel? Ik denk een hele lastige voor ons. En ik hoop dat het voor hen ook een hele lastige wedstrijd wordt. Maar ik denk dat het ook een heel fysieke wedstrijd gaat worden. Ja, van deze wedstrijd wordt een live blog bijgehouden op onze website omroepflevoland.nl. Daar kun je ook komend weekend het nieuws gewoon blijven volgen. Dit is Flevoland, is er maandag weer. Nu het weer met Robert de Vries. Flevoland maakt zich op voor een warme zondag met misschien wel 20 graden. Hoe het daarna verder gaat, dat hoor je dus zometeen in het weerbericht. Ik wens je een heel mooi weekend en heel graag tot maandag.